sprong op, of derde poging op 2,30 meter. En als u goed kijkt, rechts bovenaan uw scherm, dan kon u zien bij voorbaat al dat hij zou slagen in die poging. Hij wordt de tweede man vanavond die over 2,30 gaat. Na Jim Howard, nu ook Jacek Scholle. Howard haalde die hoogte bij zijn tweede poging. Hij staat dus aan de leiding. Omdat Scholle pas bij zijn derde sprong over die hoogte ging. Dat geeft, zoals u zo onderhand weet, de doorslag.